Wat hebben HFC Haarlem, Kaiserslauteren, Deportivo La Coruña en Ipswich Town met elkaar gemeen? Ooit stelden ze heel wat voor. Het ging een tijdje heel erg goed in de jaren 90. Dan mag je tegen het grote Bayern München spelen. Dat is echt niet normaal groot, 50.000 man passen erin. Maar inmiddels zijn ze in de vergetelheid geraakt. Ze spelen zo triest laag in het Spaanse voetbal. Dit is het eerste. Ja, helaas. Het is nu volgens mij zaterdag derde, vierde klas of zo. Mos op de tribunes, graffiti, stoeltjes weg. Ja, dood en begraven en al verstrooid ook eigenlijk. Voetbalgekken Kevin en Metin gaan met hun vrienden langs bij 6 voetbalclubs. Weet je voetbalhart gaat gewoon harder kloppen. Als er dan nog zoveel emotie bij zit, dan is er een extra dimensie. Waar staat je gouden schoen? Die staat heel netjes opgeborgen. Wat ging er mis? Die schulden die zijn ze nooit te boven gekomen. Heel veel geld moest pompen in stenen en niet in benen. Dat randfactoren belangrijker zijn geworden dan het echte spelletje op zich. Ja, dan degradeer je. Dan kom je in een financiële trouble. Ze halen herinneringen op met hun culthelden. Ik ben zo blij dat we hem straks gaan bellen. Hallo, goeiedag. Had je toen al wel je snor en je mat, of niet? Nee, zeker niet. Ik had toen een schijn in het midden en de lok. En de supersterren van weleer. De credits moet je echt aan Marco geven, want dat was echt een ongelooflijk doelpunt natuurlijk van die kant af. Ik heb nog nooit met een player of the year van het Engelse hoogste niveau aan de telefoon gezeten. Oprecht een eer. De Groundhoppers. Te beluisteren op je favoriete podcast-app. Nou, ik had liever gehad dat jullie zeiden, wat een knappe jongen.